Allemaal hartelijk welkom deze avond. De avond 14 dagen voor ons jubileum. Een degelijke ouderwetse filmclub. Heeft hij nog wel bestaansrecht in deze snelle tijd van iPads en smartphones? Nou, ik denk dat je wel bestaansrecht hebt. Maar dan moet je vooruitdenken. En vooruitzien is de toekomst. En daar moeten we ons meer gaan richten op de jeugd. En we zullen waarschijnlijk daar moeten overgaan tot andere vormen van filmen. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, net wat ik zei al, wat meer verjonging. Hè? En dat moet de toekomst zijn van de vereniging. Toen de video erin kwam, in de eind 80er jaren, toen hebben wij dus smalfilm, dus de SGA smalfilm groep Almelo. Toen hebben we de S, kwam de V hier tussenin. Toen hebben we de S in ere gehouden van smalfilm, nu ook nog de SVGA. Hoe ziet u de toekomst van uw filmclub? Nou, kijk eens, de hele lange scènes die zijn allemaal veranderd in korte scènes. Het moet kort, pakt zijn, bondig zijn. Hè? Dat merk je wel in 3 tot 5 minuten filmpjes die we hebben. En daar moet alles in worden verteld. En dat is heel iets anders dan wat vroeger, dat je een half uur durende film had. Kunt u iets vertellen over hoe het filmen vroeger ging? Ja, dat werd dus met de oudere camera's moesten we eerst zorgen dat de belichting goed zat. Ik had ook een belichtingsmeter erbij. Dat is nou allemaal gemoderniseerd. De camerastandpunten werden bekeken. We werden met 3-4 man apart. Hoe zit het met de belichting? Hoe moeten de lampen bij? Als je eens nagaat dat wij dus vroeger gefilmd hebben met Nonferro, Oldenzaal, dat maken ze dus vonkvrij gereedschap, dat we daar 5000 watt aan lampen op moesten stellen en dat de snoeren gloeiend heet waren. En om aan een beetje belichting te komen, dat is natuurlijk heel anders nu. In hoeverre speelt de huidige vergrijzing mee in het ledenaantal? Het ledenaantal gaat achteruit. En we hebben het ook al gezegd, dus eigenlijk zouden we weer met lessen moeten beginnen. En ik zie mensen met fotocamera's filmen. Ik zie mensen met die smartphone'tjes filmen. Het gaat wel verticaal, terwijl het horizontaal beter kan. En daar zouden we echt een beetje meer op in moeten spelen. Denkt u dat de huidige generatie behoefte heeft aan meer kennis en inzicht van hoe je filmt en fotografeert? Ik geloof, als je een smartphone hebt en je wilt ermee fotograferen of je wilt ermee filmen, of als je een fotocamera hebt die je wilt ermee filmen en je wilt ermee fotograferen, dat je toch moet leren kijken hoe de compositie het beste gesteld kan worden.